Welkom at Casa de Lijkelijke, welkom at St. Joseph ziekenhuis in Bokken. Want ik ben hier opgenomen simpelweg omdat ik een rotlijf heb, maar ik ga daar niet verder over uitweiden. Het is absoluut niet leuk, maar, en er is altijd een maar, ik krijg hier veel leuk, regelmatig leuk, boeiend en soms ook verrassend bezoek. Vandaag is dat niemand minder dan de rector van de VUB zelf, mevrouw Caroline Pauls. Mevrouw Caroline Pauls, welkom, bedankt om hier te zijn vandaag. Mag ik trouwens Caroline zeggen? Ook voor mevrouw Caroline Pauls, 10 katen. Telkens met een vraag, woordbegrip die zij mag uitleggen of beantwoorden. Ze krijgt ook een joker die ze al dan niet 3 keer mag inzetten om zo'n vraag, woordbegrip verder uit te leggen of in de verf te zetten. Alsjeblieft. De eerste vraag, wie is Caroline Pauls? Ja, in eerste instantie denk ik iemand die haar leven zoekt met die persoon. Van wie is dat eigenlijk? Dus ik denk dat zoeken een rode draad is. Zo eigenlijk ook echt het gevoel dat je nooit alles weet, dus ook niet over jezelf. Maar vind je ook iets? Ja, je vindt iemand die volgens mij, althans zo ervaar ik het, hoe ouder ik word, dichter en dichter bij de kern komt van hetgeen dat je dan bent. Ik denk ook voor een groot stuk gedefinieerd door de mensen die je pad kruisen. Zeker ook een trotse moeder van 2 ook trotse kinderen. Niet per se op een moeder, maar ook van ik hoop dat ze trots zijn op zichzelf ook. En dan, ja, zeker ook iemand die wetenschappelijk werk graag doet. En dat is dan toch wat de grote draad. Iemand die van Europa houdt. En eigenlijk iemand die van het leven houdt. In welke zin van Europa? Ja, ik heb altijd wel. Ik ben blij dat ik in Europa geboren ben. En ik zie de minpunten, maar ik zie toch ook wel het voorrecht om in deze kant van de wereld geboren te zijn. En dus ik kan niet zo tegen veel euroscepticisme. Ik vind, je kan van allerlei dingen zeggen daarop, maar ik vind het wel een project van mensen. En dat vind ik. Zijn eigenlijk bezig over een soort van politiek Verenigde Staten van Europa? Ja, ik denk. Het hoeft voor mij niet per se enkel en alleen een politiek project zijn. Het is ook een cultureel project voor mij en het is een menselijk project. En dat vertaalt zich politiek, maar ik vind het, ik ben echt wel blij om hier te zitten. En daar ook, mijn werk gaat ook heel vaak over Europa. En het feit dat je dan in Brussel zit ook, want ik ben ook wel een overtuigde Brusselaar geworden. Uit adoptie. Spijtig genoeg, uit het Waasland. Ja, dat is niet spijtig. Ik was ook wel blij in het Waasland opgroeiend, maar ik was ook blij om weg te gaan, dat is wel waar. En ja, ik denk dat zo wat. Ik hou van vrienden rond de tafel, dat denk ik ook wel. Heel belangrijk. Ja, voor de rest, al hetgeen dat mijn pad kruist, vind ik meestal wel een goede zaak. Tweede vraag is, wat is vrijzinnig humanisme? Ik neem aan dat je als rector van de VUB sowieso vrijzinnig humanist moet zijn, of bent. Ja, ik hoop het. Nu, voor mij zijn er, ik heb daar nu ook wel, dankzij het rectoraat, al veel over nagedacht. Ook zo een zinnige vrijzinnigheid. Soms kan ik die ook wel wat als star ervaren. Het dogma, ik moet ons normaal gezien vreemd zijn.
Maar soms vind ik dat niet altijd, of beleef ik dat niet altijd zo, omdat je ook daar wel voelt dat het debat moet gevoerd worden. Maar ik hou van het vrij denken, dat vind ik ontzettend belangrijk. De VUB hanteert, niet het vandaag, we hebben dat veranderd, het denken mag zich niet onderwerpen, maar voor mij is dat het denken onderwerpt zich niet. Als je zegt mag, dan is dat precies omdat je beter weet dan de anderen. En daar ga ik niet van uit. Ik vind het gewoon mooi dat je een methode hebt om over je eigen denken vooral na te denken. En ben je daarin anders dan je voorgangers? Goh, we spreken daar wel ook met die voorgangers. Ik spreek daar met veel mensen over. Ik denk dat dus voor mij vrijdenkendheid de definitie is. En humanisme, zoals je zegt, dat vind ik ontzettend belangrijk. En humanisme, voor mij is dat dan inderdaad de waarde van de verlichting. Hè? Vrijheid, ook het weten dat vrijheid ook met een prijs komt. Want dat is ook zo. Ik ben wel een aanhanger van Camus. Van point de champagne à l'arrivée. Als je vrij bent, is er niet altijd applaus op de banken. Hè? Gelijkwaardigheid. Hè, dat vind ik, dus nog meer dan gelijkheid ben ik voor gelijkwaardigheid. Althans, dat proberen na te streven. En dan die verbondenheid. We hebben dit ook terug op de VUB heel centraal gezet in de missie. En dat is misschien wel dan anders dan de voorgangers. Ik heb die helemaal terug naar voren gehaald. Dus die staan nu heel expliciet. Omdat je de missies van universiteiten bekeek, dan vond ik dat de VUB zich niet onderscheidde op basis van dat humanisme. En dus dat hebben we dan wel veel centraler gezet. Heb je dan eigenlijk een probleem met andere rectoren, zoals Verhoeven en Torres, die zich ook een humanist durft noemen? Of? Weet je, ik heb eigenlijk niet zo snel zelf, denk ik, in het denken ook niet problemen met andere mensen. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar vooral iemand die een andere mening heeft dan ik. Ik voel wel dat sommigen het humanisme, maar dat kunnen ze van mij ook zeggen, misbruiken voor bepaalde doelstellingen. Terwijl voor mij is humanisme op zichzelf een doel en geen middel. Hè? Ik vind dat een moeilijke tocht wel naar dat humanisme, want je merkt ook dikwijls dat je zelf tekort schiet. En in hoeverre staan studenten, mensen in het algemeen centraal in jouw universiteit? Jouw, zeg ik. Ja, dat is iets goed. Het is ook maar tijdelijk. Als ik in de rectorverkiezingen zat, dan werd ik altijd met een driehoek. Hè. Dat was de humanitas, dus de mens centraal. Ik denk dat dat echt wel belangrijk is. De universitas, de universele gedachte dat die mens, of dat je pas mens wordt door die universitas, door die veelzijdigheid en die veelvormigheid. En ook wel voor mezelf, dus de derde van de driehoek was curiositas, dat is dan die wetenschap, dat je wilt weten, dat je wilt begrijpen. Maar alles was weg van iets anders dat ik er buiten had gezet. En dat was, dat lijkt niet allemaal één ingewikkeld, maar voor mij speelde dat altijd. Ijdelheid, dat is niet, denk ik, wat een mens kan drijven. En een universiteit kan eigenlijk heel snel in ijdelheid terechtkomen. En dan doe het niet meer, nog voor de mens, nog voor de wetenschap. Dan komt het op de ijdelheid van het individu die veel kan publiceren of een prijs krijgt enzovoort. En wanneer dat het drijfveer wordt, denk ik dat we fout zijn. Daar wil ik het straks wel over hebben, als we het over de euthanasie hebben. Ik vrees namelijk dat ijdelheid mezelf dan tot euthanasie zou kunnen drijven. Ik denk dat ijdelheid iets anders is. Voor mij is ijdelheid een... Ik zou dat eerder interpreteren als dat jij trots beslist, of dat gelijk wie trots beslist, wanneer de eigenwaardigheid er niet meer is. Maar dat is volgens mij niet te maken met ijdelheid. Ijdelheid is zo opgetogen zijn met jezelf,
ten koste van anderen. Dat is dan meer arrogantie. Ja, ik denk dat wel. Wel ja, ijdelheid zit voor mij heel dicht tegen arrogantie. Ja. Maar trots niet. Ik vind dat je als mens trots moet zijn. Oké, goed. De derde vraag dan ineens. Wat heb jij met Theo Franken? Duur zouden zeggen dat we een band want hebben. Ik kon dat niet meer volgen. Ja. Ik heb niet per se iets met Theo Franken. Hij kruist op een duur regelmatig mijn pad. En ik denk wel dat we vrij harde tegenpolen zijn. Dus wat heb ik met Theo Franken? Ik organiseer ieder jaar, al meerdere jaren, een grote dag op 3 mei rond vrijheid van meningsuiting. En vorig jaar bleek dat wanneer ik die dag organiseerde, net Theo Franken werd tegengehouden om op de VUB een lezing te houden. En dat vond ik een paradox, want hoe eens of oneens ik het ook met bepaalde mensen zou kunnen zijn of bepaalde gedachten, kan ik eigenlijk niet eens begrijpen dat nu net onze universiteit, mijn universiteit, daar geen forum aan zou kunnen bieden. En dus dat was dan heb ik inderdaad gezegd van hij moet terug kunnen komen, hij moet terug kunnen komen naar de VUB. Maar uiteraard is het zo, dat was een lezing die studenten organiseerde en ik organiseer eigenlijk zelf geen lezingen of zo, we hebben eredoctoraten enzovoorts. En ik heb die dag die ik organiseer, dus die heb ik wel in handen, maar zo lezingen met politici of zo, dat zou ik niet organiseren. En dus was de eerste idee van, hij moet kunnen terugkomen. En dan zijn er studentenkringen die gezegd hebben, ongeveer terug op hetzelfde moment, maar dan een jaar later, dat ze Franken wouden uitnodigen. En dan heb ik gezegd van, uiteraard, je nodigt hem uit, ik sta daarachter. En ik zal ook de voorbeschouwing, ik heb niet gezegd de intro, maar de voorbeschouwing houden. En de voorbeschouwing die ging nu net daarover. Ik denk, hoe oneens dat het ook zijn, dat iemand, net waarmee ik het oneens ben, moet kunnen spreken. En dat is bij sommigen nogal anders gedraaid. Hè. Dus hij heeft een lezing gehouden. Ik had wel echt heel expliciet gevraagd dat er zeker vragen moesten kunnen zijn, ook bij een lezing. Maar nu, politici die spreken, dat is niet alleen Theo Franken, maar die meestal spreken ze liever dan dat ze vragen beantwoorden. Dus dat heb ik gedaan. En dan deze week hebben we terug met hem te maken gehad. Omdat wij dus een brief hadden geschreven met alle rectoren. Dat is eigenlijk mijn vraag is. Ja, wel snel. Jij komt in van de mensen, rectoren die inderdaad een brief hebben ondertekend, gericht aan de premier. Mm-hmm. In hoeverre ga je dat vaker doen? Ik vind het alleszins heel belangrijk en het was ook heel uniek dat alle rectoren op één lijn stonden wat betreft de boodschap van kijk, laat ons maten houden, dat was eigenlijk de boodschap. En laat ons vooral menselijkheid laten spreken, omdat wij opnieuw die optie hebben om die te laten spreken. Omdat opnieuw ergens anders dat niet altijd kan. Hè. En dat we vroegen van, kijk, de maatschappij waarin wij leven, opnieuw wat ik daarnet van Europa sprak, dan is dat nu net ook wel één die menselijkheid toch wel op zich in haar vaandel wilt dragen. En het was ook niet meer dan dat. Het was echt de bedoeling van, laat ons dit nu menselijk aanpakken. Ik bedoel, daar was ook geen politieke boodschap aan verbonden. Dat is er dan wel onmiddellijk van gemaakt. Net door dan ook een tweet van Theo Franken. Ik vind dat heel belangrijk dat wij proberen als rector, als dat zou kunnen. Je moet dat niet heel de tijd doen natuurlijk. Ja, je moet zo, wie zei dat, maar je moet de grote principes voor de grote aangelegenheden houden. En ik maar had zelf, is dat dan iets dat je zelf zou verder doen of steeds in groepen als rectoren? Ja, ik denk, je hebt verschillende ploegjes. Hè. We hebben met de 5 Vlaamse rectoren al eens een gezamenlijk statement en ook dat was uniek rond de VUB-collega die in Iran in de gevangenis zit. Ja. En wat is daar het principe? Kijk, hij heeft geen
recht op een eerlijk proces. En hij is ziek, dus hij moet toegang krijgen tot medische hulp. Dat waren de twee vragen. Dat is weer dezelfde vraag van menselijkheid. Geef hem een eerlijk proces. Hè. Wij kunnen dat niet uitmaken van hieruit wat er aan de gang is. En laat hem ook, laat hem toegang tot medische zorg. En daar stonden wij ook echt heel mooi op een lijn. En dat betekende dus het opheffen van alle nieuwe wetenschappelijke samenwerkingen waaraan geld gemoeid is. De mobiliteit van academici vinden wij wel belangrijk, omdat je academische boycott is een slechte zaak. Maar dus al hetgeen dat je eigenlijk geld insteekt, dat hebben we gezegd, dat doen we niet. Maar dus daar waren we toch met elkaar. En dan zit de VUB ook in een netwerk van universiteiten in de hoofdsteden van Europa. En daar voel ik wel dat ik zo heel hard trek aan van, ja, we moeten soms stelling nemen. We moeten kunnen ook in Europa stelling nemen. Hè? Want Hongarije zit daarbij. En daar ik zeg maar dat ja. dat moeilijk is, want ik heb al gehoord dat de rector van KUL meer en meer afstand neemt. Ja. Hij heeft afstand genomen. Hij vond dat de oproep achteraf gezien niet genuanceerd genoeg was. Ik denk, maar ja, alleszins, hij had de tekst gelezen, dus ik denk dat het door reflectie achteraf is en misschien ook feedback op, dat hij dan vond dat het niet genuanceerd genoeg was. Opnieuw, ik denk dat het aanbrengen van nuance in een oproep tot menselijkheid, dat die er zelfs niet kan zijn. Die is menselijk of niet, wij zeggen ook niet. Ik denk dat, opnieuw, wij kunnen die mensen, en ik zeg ook niet dat ze alleen zijn, want dat was voor mij het moeilijk. Er zijn heel veel mensen en heel veel kinderen die in erbarmelijke omstandigheden zitten en waar dat we structureel voor moeten opkomen. Maar ik vond het wel een manier om te zeggen van kijk, wij kunnen jullie het ritme gunnen. Om te zeggen, oké, ik wil blijven in het land waar mijn kind doodgegaan is. Kind dat ze op een gegeven moment ook zelf, ik kan mij voorstellen dat ze misschien ook wel het land willen verlaten, maar wij konden dus die ruimte, ik denk dat wij die ruimte kunnen bieden, want we hebben, ik vind dat de schuldvraag zich niet stelt op zich, hè, want dat is gewoon, eigenlijk zijn wij het. Wij zijn aan het verhuwen en het heeft niet te maken met deze of gene. Het is ook wij zelf, hè, omdat wij nu media ter beschikking hebben die heel hard onze buik laten kunnen spreken en dat is op zich niet fout. Maar we moeten wel opletten met de consequenties daarvan. En dus dat was voor mij eigenlijk de reden omdat ik dacht van oké, we kunnen dat doen. Maar ik vind wel dat we veel structureler moeten werken op kinderen. We hebben, ja, er zijn ik weet niet hoeveel niet begeleide jongeren die hier in Europa toekomen. Ja, en dat vind ik structureel wel eigen. En wat doen de universiteiten dan? Ik zou liever hebben dat we daar iets van doen samen dan opkomen voor waar je ook iets dat dan wel een, dat hebben we ook gezegd, een symptoom is, maar daar nog niet symbool moet worden. Alleen een symptoom van wat dat wij doen, maar nog niet het symbool van de strijd van links tegen rechts of wat dan ook. Dat vind ik nog een ander verhaal. Bestaat die strijd nog steeds links rechts? En in hoeverre kom jij daartussen of word jij daartussen gebruikt als speelbal? Ik vind dat er, dat is niet nieuw en dat is ook voor een stukje cliché denk ik, maar er is wel heel, het gaat heel dikwijls over polarisatie. Hè? Je hebt een A en je hebt een B. Al de nuances daartussen, als je zegt van ik voel wel wat voor A, maar ook voor B, dan ben je al een loser bij wijze van spreken. Dus, en dat is natuurlijk de moeilijkheid voor wetenschap. Dat is dat je naar het standpunt van A kijkt en van B. En dat je wel elementen, dat kan best zijn dat je elementen vindt waarin beide iets, een stukje van de puzzel leggen. Maar men vraagt dat niet meer. Men vraagt zich je echt altijd om kamp te kiezen. En ik denk dat ik ben zo al een tijdje bezig om aan iets te schrijven zo over kampen en krampen. Dat je ook wel voelt van hoe krampachtig we worden in die dingen. Dus bestaat dat links-rechts? Ja, dat bestaat. En je voelt dat heel sterk op bepaalde momenten. Op andere momenten voel je dat niet. Maar wanneer het uitkomt, gaat men dat onmiddellijk uitspelen. Daar heb ik heel veel moeite mee. De vijfde vraag. Bestaat fake news? En in hoeverre
kom jij er als rector mee in aanraking? Wat doe je er dan mee? Hoe los je dat op? Ik kom daar heel hard mee in contact met dat fake news. We wisten ook bijvoorbeeld vanuit onderzoek dat die manipulatie die aan de gang was op basis van data, dus het gericht eigenlijk valse dingen sturen. Mijn eigen onderzoeksgroep wist dat eigenlijk al. Dat weet je nog altijd niet de schaal, hè, maar je weet dat mensen om te misleiden door het gebruik van data allerlei dingen kunnen afvuren, wat dat mensen gaan geloven, omdat het past in je kraam. En dus ook dat is belangrijk. Fake news past, is gesteld wanneer mensen al een mening hebben, dus je moet door die mening gaan. Ik kom met fake science in contact. Ook. Dus ja, dat is ook zo. Je hebt een wetenschappelijke praktijk die draait op ijdelheid zijnde van zo snel mogelijk publiceren, zo hoog mogelijk. Dat is die ijdelheid. Ja, dat is die ijdelheid. En dus dat bestaat ook. En we hebben meer en meer middelen, maar opnieuw ook voor bestond valse berichtgeving. We hebben daar nu een term op, dat is een term, een trendy term. Maar wat dat wel, denk ik, belangrijk is, de schaal waarop fake news kan verspreid worden, de megafoon die fake news krijgt. Het is groter en gemakkelijker geworden. Ja. En die is gevaarlijk natuurlijk. En als vroeger historische kritiek belangrijk was, bronnenkritiek, dan is dat vandaag nog 10 keer meer het geval. Dus je moet nog meer dan ooit begrijpen hoe de media werken, hoe de algoritmes werken. Over media weet je eigenlijk alles. Ik heb verstaan, je moet me corrigeren als het wat is, dat je eerst filosofie hebt gestudeerd en dan communicatie, weet je. In hoeverre is communicatie belangrijker voor je dan filosofie? Ik denk dat filosofie het belangrijkste is voor mij. En dat boek. Want je bent in het dagelijks leven toch meer bezig met. Maar ik lees wel veel filosofie eigenlijk. De volgende vraag. Alle mannen zijn in principe smeerlappen. De hashtag MeToo, bestaat dat in de academische wereld? Hoe los je dat op? Wat doe je ermee? Ja, het eerste is misschien alle, hè? Alle mannen. Ik heb altijd al schrik gehad van generalisaties. Dus dat is al het eerste, hè? Van, dat is ook de filosofie, hè? Dat is, ik kan het niet opnieuw. Maar de dat was het eerste dat ik van de filosofie onthoud, dat was de inductivistische kalkoen van Bertrand Russell. Dat was het, de kalkoen die iedere dag eten krijgt en die denkt, goh, ik krijg alle dagen eten, het leven is een feest, wat dan geslacht wordt voor kerst. Dus dat eigenlijk zo niet mocht van het bijzonder naar het algemene springen. Ik denk, zoals alle verhalen dan, hè, bedoel, op een gegeven moment slaat de slinger door. En momenteel heb ik zelf in mijn eigen werk op de universiteit daar last van. Want ik wou wel, ik heb quota geïntroduceerd voor vrouwen op de universiteit, omdat wij niet zozeer een MeToo-verhaal hebben op de universiteit, maar dat vrouwen niet even makkelijk doorstromen als mannen. En opnieuw, dat is weer geen schuldvraag, het is een structureel systeem. Ja. Dus en dan moet je op al die... aan wat ligt dat dan? Ja, ik denk voor een stuk aan de geschiedenis, hè, dat de eerste vrouwen minder snel al naar de unif gingen en daar zijn we nog altijd de gevolgen van aan het dragen. Dat er dan een gemeenschap is die toch nog heel sterk tegen vrouwen zegt, zo ja, maar mijn carrière en dit en dat, wat dan met de kinderen? En dat wordt niet tegen mannen gezegd, dus dat is toch wel iets dat je heel snel gezegd krijgt als vrouw. En dat zijn allemaal zo van die onderhuidse dingen die daarin zitten. Hè. En ja, een man moet ambitieus zijn, maar een vrouw mag dat sowieso niet zijn. En dan vind ik ambitie ook wel een raar woord. Maar gewoon goesting opnieuw om iets goed te doen, dat vind ik, dat kan wetenschap zijn, maar dat kan iets anders zijn. Ik denk dat mannen en vrouwen dat delen.
Maar dus de maatschappij daarop zit nog anders. En dus wij dragen daar ook aan niet de consequenties van. Dus en nu als ik voor de decanen sta, want we hebben 8 decanen, 7 mannelijke decanen, 1 vrouwelijke decaan. Dus je zit daar dan vooraan en je voelt van hier is een oppositie heel snel. Toch? Jawel, omdat je nu ook door MeToo zijn er dus ook een aantal decanen die mij zeggen, ja maar kijk, voilà, ik ben een man, ik ben blank, ik ben boven de 5, dus we hebben alles fout gedaan. En ik zeg ze, de zorg zit dat in de hoofden. Hè. Als ik, dus je krijgt ook opnieuw een heel krampachtig discours waar we nu weer door moeten. Ik vraag dan ook aan hen, ja maar denk, oké, ik snap dat, want dat, opnieuw, dat is eigenlijk niet aan de orde dat jullie zo... Dat er een schuldvraag is, dat is ook heel katholiek, ik snap ook niet dat dat altijd maar terugkeert, maar enfin, dat is ook de maatschappij. En dan, maar dan vraag ik hen ook van, en denken jullie dan dat ik het fijn vind van, dat mij ook altijd wordt gezegd, ja maar het is een vrouw, maar ze heeft kwaliteit. Ik zeg, dat is ook niet fijn om dat voorgeschoteld te krijgen. En dan is dat, ah ja, nee, dat is ook niet fijn. Dus je moet heel veel dialogeren. En dus MeToo helpt voor bepaalde discussies op gang te trekken, helpt toch ook in het vatten van het structurele van blijkbaar bepaalde seksisme, van een discriminatie. En het bewustzijn van het zich bewust worden van een machtspositie, dat is pijnlijk natuurlijk. Hè? En dat is opnieuw iets dat we moeten gewoon expliciteren, maar sommigen hebben daar moeite mee. Dus eigenlijk, als ik het kort en bondig mag uitdrukken, zijn ook mannen in de academische wereld meelappen. Dat had ik voor jou konto, hè. De volgende vraag, een klassieker neem ik aan. Heb jij tijd om te lezen? Boeken, films, tv, interesseert jou dat? Want je zat vroeger in de raad van bestuur van de VRT. Ja, ik zat in de raad van bestuur, maar ik zat ook altijd in het Vlaams Audiovisueel Fonds, Filmfonds. Dus ik heb... Dus film interesseert jou meer dan... Ja, ik ben... Ja, als er een... Er zijn 2 media die mij goed liggen, dat is krant en dat is film. En dat zijn ook minder onmiddellijke media, denk ik. Daar heb je tijd voor nodig en daar ben je ook alleen. Maar ja, ik lees zeker veel minder dan vroeger. Ik probeer wel iedere avond te lezen. Ja. Maar dan, typisch, denk en ik wel een paar jaar, val ik al in slaap. Heeft dat te maken met je drukke agenda? Ja, het is echt wel druk. En je moet ook eerst zo een ruimte of een tijd vinden voor jezelf om dan wat te lezen. Dus ik koop nog altijd heel veel boeken. Er liggen nu al veel meer ongelezen dan gelezen, dat is ook zo. Maar film is ook wel iets dat ik enorm graag kijk. En ik ben iemand die dvd's, nog altijd nu, en Netflix toch ook wel, maar ik vind dat Netflix-aanbod nog niet zo goed is als bijvoorbeeld het Netflix-aanbod van mijn zoon in Canada, want daar kunnen ze alles zien, dat is fantastisch. Nee. Maar hier niet. Dus ik hoopte al altijd, als ik student was, mee te maken in mijn leven dat ik gelijk wanneer ik het wil, die film kan kijken die ik wil zien. En eigenlijk zijn we daar heel dichtbij. Maar ik bedoel, als ik vanavond zeg, ik wil een film zien van... ja, ik zeg maar Ingmar Bergman, dat weet ik nog niet zeker, dan kan ik die vandaag niet vinden, tenzij illegaal. Dus ik hoop dat ik ertoe kom dat ik dat legaal wel kan. En waarom is film zo belangrijk? Maar ik vind dat, ja, ik denk dat het meest krachtige medium is in die audiovisuele media. Voor mij is dat krachtig, ik hou ook geen atoneet. Maar dat is een van de krachtigste toch wel. En ik denk een film maken, dat alleen, dat moet enorm zijn. En ik vind een film kan heel lang blijven hangen. Ik heb heel veel films dat bij mij heel hard zijn blijven hangen. En is dat ook ergens een vlucht uit een drukke academische wereld waarin je vertoeft?
Nee, want die staan mij wel aan, hè. Die academische, ik moet daar nu niet uitvluchten eigenlijk. Nee, ik vind het gewoon... Ik weet trouwens niet, ik heb een lijst bekeken van artikels die je publiceert of publiceerde. Enorm veel. Die raken niet, die afdrukken die raken niet in mijn ziekenhuiskamer. Ik weet ook niet in hoeverre je fictie schrijft. Schrijven? Nee, niet echt. Ik heb, ik denk dat dat vooral wetenschappelijk is. Ik werk vooral wetenschappelijk. Ik weet niet of ik dat ooit zou kunnen. Ik heb wel gedacht van, oh, dat zou goed verhaal zijn, maar ik denk dat ik heel snel vast zou zitten. Ik denk na een pagina zou ik al niet meer weten dat ik met die pers. Daarom dat ze sterk is wat dat mensen doen. Iemand die een roman kan schrijven of iemand die een film kan maken, ik vind dat ontzettend straf. Of theater, bedoeld zijn allemaal zo die dingen. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Ik denk dat mijn fantasie niet ver genoeg reikt en dan ook niet consequent kan vastgehouden worden. Als ik al iets zou doen, zou het op basis zijn van een personage dat wel echt bestaan heeft en wat ik daar veel van gelezen heb, denk ik. Je kent veel mensen, neem ik aan. Bijzondere situaties ook. In de... Tja, jij en ik allemaal. Ja, niet per se. Een vraag die ik ben vergeten. Is er een hoofddoekenverbod aan de VEB? Is er plaats voor religie toekomst? Ik vind dat er er is geen hoofddoekenverbod aan de VEB. Ik heb moeite met de twee verplichtingen, hè. Zowel het verbod al van deze of gene zijde. Ik hoop dat op de VEB meisjes die het misschien moeten dragen ertoe komen van hen af te zitten, omdat ze voelen dat ze dat moeten doen. Maar ik heb ook meisjes, vooral na de aanslagen, eerst Charlie Hebdo was al een heel scherp moment, vond ik, met de studenten. En dan, na de aanslagen in Brussel, zijn er een aantal meisjes die plots dan de hoofddoek droegen. En die zeiden opnieuw dat dat was toen uit respect ten opzichte van de moeder, omdat zij vonden dat die vrouwen werden aangevallen in dat hele verhaal. En dat zij, van ja, ik luisterde daarnaar, want ze kwamen dan ook zien en zeiden, ja, je bent nu gechoqueerd. En ik zei, dat is hetzelfde weer, dat choqueert mij niet, ik wil dat dan weten waarom. Dus we hebben geen hoofddoekenverbod, het ziekenhuis wel. Maar dat is dan nog weer om heel andere redenen, soms ook puur hygiënische redenen. Maar ik vind ook dat dat het debat, dat is een symbooldebat en ik wil het eerder hebben over dat jongens en meisjes op die, als ze dan anoniem zitten, want dat is wat uit dit kan zitten, maar of op schoolbanken, dat is maar stik niet, dat op de unief die meisjes en jongens tot een dialoog kunnen komen en zeggen, voilà, dat is een verbod of een verplichting die ik niet zie zitten, maar dat er ook naar elkaar geluisterd wordt. Dus wat ik meer dan mijn voorgangers heb geïnstalleerd, denk ik, is spreken met en niet spreken over. Dat is echt een ongelooflijke. En dat is heel nieuw, zelfs op de VUB is dat nieuw. Als de decanen mij iets zeggen, dan vraag ik aan hem, heb je met hen gesproken of over hen? En dat is dus schering en inslag, er wordt niet met gesproken. En dus dat veranderen we nu wel wat. En dan jouw vraag, is er plaats voor religie? Op zich, wij gaan geen ruimtes of wat dan ook inrichten. Dat zullen wij niet doen, ik denk ook niet dat dat moet. Omdat religie, als het al belangrijk is, is dat iets heel persoonlijk. En dat behoeft geen instituten en dat behoeft volgens mij geen ruimte. Ik vind wel dat er over religie moet kunnen gesproken worden aan de VUB. En opnieuw niet op een krampachtige manier, want ik ga jou één voorbeeld geven van krampachtig. We hebben 128 nationaliteiten op campus. 128, dat wil zeggen dat er sowieso religie binnenkomt op campus. Hè? Dus je hebt studenten bij het afstuderen, maken een scriptie en hebben dan altijd een voorwoord. En sommigen daarin danken inderdaad allen. Een groot ding was op de VUB, die theses moeten uit de bibliotheek en die moeten, dat mag, dat voorwoord mag je dat niet vernoemen.
En ik zei, van ja, dat is voor mij, dat is een voorwoord. Ik zei, ja, je moet checken op die wetenschap, geschaad is door wat ze dan eventueel geloven of niet. Maar sommigen danken een hond, een typemachine, hun ouders, van alles. Ik zei, moeten we dan ook dat niet misten? En van ja, waarom moeten we dan allemaal gaan ballen? Ik zei, jullie willen echt dat wij voorwoorden gaan scheuren uit een thesis? Ja, dus maar soms neemt dat dan zo'n proportie aan en dan denk ik, dat is dan een discussie die ik niet wil voeren. Ik vroeg aan dan, kunnen we de discussie voeren waarom we zoveel van dan misschien met een migratieactie niet slagen aan de UNIF? Kunnen we die discussie voeren? In plaats van over een voorwoord een ongelooflijke discussie te gaan voeren met opnieuw zo kampen, hè, tegenover elkaar. Dus ik vind dat, vroeger hadden wij een prof, Detier, die sprak over religie, vergelijkende religie. Ik vind dat wel interessant. En dus nu gaan we met de buren een lezingenreeks doen. En dan de eerste opening van, of een van de eerste openingen van onze nieuwe cultuurtoon in 2019, gaat er ook een expositie zijn, Jeruzalem. En dat is dus ook wel weer om te denken over bepaalde zaken. Dus het is absoluut niet fout om een ambassadeur van Israël uit te nodigen, net zoals Theo Franke werd uitgenodigd. Nee, zeker niet. Maar bijvoorbeeld, hè, wij staan ook wel degelijk onder druk van bepaalde ambassades. Als wij de Palestina-week organiseren, dan krijgen wij wel ook vragen van dat niet te doen. Hè. Dus dan krijg je dat wel, en dat is dus nu net altijd een reden om wel door te gaan. Dus ik zou ook trouwens, de ambassadeur van Israël heeft een onderhoud gevraagd. En toen de ULB een eredoctoraat uitreikte aan Ken Loach, zijn ook wij onder druk gezet om aan de ULB te vragen om dat niet te doen. Hè. En we kregen veel. Heeft hè. Dat dan te maken met die fake news? Ik denk dat dat te maken heeft met het beleven van de realiteit en het weglaten van elementen die niet in jouw kraam passen. En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke, dat geldt ook niet, dat is een oefening voor ieder van ons. Hè. Ik laat ook soms dingen weg die mij een beetje zo, ja, ik denk dat we dat moeten herkennen. Hè. Ik bedoel, ja, dat is moeilijk. Hè. Maar dat heeft daar zeker mee te maken. Elementen die niet in ons kraampje passen, die worden gemakshalve om de nachtrust niet te laten opzij gezet. En soms vind ik dat een goede overlevingsstrategie. En op andere momenten, op lange termijn, is dat heel fout natuurlijk. Hè. Iets helemaal anders en vrij persoonlijk misschien. Euthanasie. Mm-hmm. Wanneer zou ik als MS-patiënt moeten kiezen voor euthanasie? Wanneer zou jij kiezen voor euthanasie? Als ik over jou spreek, omdat dat jouw eerste is, maar ik ken jou niet zo goed, hè. Als jij niet meer kan lachen, dan ben je jezelf niet meer. En dan denk ik dat je vanuit je eigen opnieuw je eigen kern zult beslissen, veronderstel ik. En wanneer je vindt dat het gewoon geen ja, wanneer je jezelf niet meer herkent in hetgeen dat je wilt doen. En ik denk dat dat voor mij wellicht hetzelfde zal zijn. Ik vond, ja, wanneer ik denk dat iedereen heel alleen beslist. Maar je hebt van jezelf niet iets voorlopig liggen staan van als ik zover ben, dan hoeft het niet meer. Ja, als de zin in het leven jou volledig ontbreekt, dan hoeft het niet meer. Als je weet van nu word ik in een vorm van bijvoorbeeld dementie of zoals wat Hugo Claus gedaan heeft, ik vind dat heel, heel legitiem. Ja. Zelfs zeggen van, dan denk ik dat je het moet bepalen, maar weet je, ik begrijp heel goed dat jij daarmee bezig bent. Ik denk dat mijn antwoord vandaag abstract is in de zin van als ik zelf vind van dit, hierin herken ik mezelf niet en dit is voor mij mens onwaardig,
voor mezelf, hè, want ik denk dat mensen daar limieten in steken die voor iedereen anders zullen zijn. Maar ja, dan dat zou voor mij de abstracte grens zijn. Maar ik denk dat die naarmate je daar zelf mee geconfronteerd wordt, dat dat heel duidelijk wordt, misschien. Maar ik kan mij ook voorstellen dat dan omstanders, daarmee dat het heel absurd is, dat men dat gewoon niet aanvaardt, dat mensen daarover beslissen. Ik vind dat het hoogste goed is. Mm-hmm. Maar hij zal op jou worden ingesproken. En jij kijkt ook naar de mensen die jou lief zijn. Hè? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Net zoals abortus een heel moeilijke discussie is. Men doet dat maar dat allemaal zo, maar het kan. Dus iedereen zal dat wel beslissen. De geschiedenis heeft aangetoond dat niet zo is. En mensen geven aan dat niet zo is. Mensen geven aan dat ze willen leven eigenlijk. Hè? Absoluut. We sluiten af met een leukere vraag. Een leukere kaart. De harten van... De liefde. Ik neem aan in jouw geval in de eerste plaats liefde voor jouw kinderen. Ja, zeker. Maar ja, dat is evident, denk ik. Liefde, dat is een... Maar ja, daarnet, maar je zegt dat is misschien niks, heeft niks te maken met die vorige vraag. Ik denk misschien dat die vorige vraag daar nu net alles mee te maken heeft. Ik kan wel. Ja, en ik denk, misschien zijn dat de hoogste daden van liefde. Ik weet dat niet, ik weet het niet. Maar liefde is voor mij een heel comfortabele omgeving waar veel kan gelachen worden. Dat is echt wel heel belangrijk voor mij. En dan zoiets waar je nooit ongerust hoeft te voelen, eigenlijk. Ook al doe je iets dat niet oké is, dan moet je je niet ongerust voelen. En de liefde voor kinderen is er wel zo één, denk ik, die is misschien de meest onvoorwaardelijke, maar opnieuw, ik kan mij voorstellen dat er op een gegeven moment kinderen jou ook wel bevragen op die liefde. Hè? Het zal wel ingewikkeld zijn, zeker. Ja, dat is. Ik denk dat het eigenlijk, als het erop aankomt, heel eenvoudig is. De liefde. Mevrouw Carolien Pauwels, enorm bedankt om hier vandaag te zijn. Ik ben vereerd en eigenlijk al een beetje genezen omdat je laat maakt. Enorm bedankt. Blijf kijken naar Atkala Adil. Tot de volgende dag.